In Brokopondo moet over enkele maanden een volledige middelbare scholencampus uit de grond zijn gerezen. Ongeveer 400 kinderen krijgen de kans om voorgezet onderwijs dichter bij huis te genieten. Onderwijsminister Henry Ory zegt dat het een heel mooi moment is dat middelbaar onderwijs gebracht wordt naar het achterland. Hij sprak journalisten vandaag bij de onthulling van het naambord bij de afslag Bronsweg Nieuw Koffiekamp. Ory benadrukt dat de campus uiterlijk over anderhalf jaar zal worden opgeleverd. Ja, we hebben een mooi moment gehad nu op dit moment waarbij het initiatief van traditioneel gezag samen met het bedrijf Cijin en het ministerie heeft geleid tot een plan om hier snel binnen nu en anderhalf jaar een scholengemeenschap te bouwen met een campuskarakter waarbij alvast HAVO, VWO en NATIN en IMEO-achtige opleidingen zullen komen. We moeten dat voorbereiden en we hebben ook de financiering rond zodat we binnen nu en korte tijd heel snel kunnen bouwen. En wat leuk is dat de gemeenschap zelf initiatieven heeft genomen, de Bashas, de kapiteins en de Gramangs. En ze hebben ook gevonden als partner het bedrijf Cijin die in dit gebied mijnt en geld verdient. En die geven het terug aan de samenleving. Als het scholencomplex af is, hoeven scholieren niet langer vanuit Brokopondo naar Paramaribo om voortgezet onderwijs te volgen. Om die school ga je dus eigenlijk bijna een dorp krijgen weer met woningen, recreatiemogelijkheden. En dit bedrijf heeft een commitment afgegeven dat ze ook zullen helpen aan sanitaire dingen, andere zaken, dat het lekker gaat lopen. Aan ons de opdracht van onderwijs om snel ook de zaken te gaan voorbereiden. Leerkrachten die hier moeten worden gestationeerd zullen ook opgeleid moeten worden, zodat wanneer we dus als het ware de sleutels krijgen overhandigd, dat we ook de school snel kunnen starten. Dus dat is belangrijk, een belangrijk punt dat we ook gaan moeten leren experimenteren met nieuwe vormen van verantwoordelijkheden vanuit van de bestaande lokaal gezag, traditioneel gezag samen met het ministerie. En dat vind ik belangrijk, dat veel meer verantwoordelijkheid wordt genomen door het lokaal gezag om zaken in elk geval op te lossen. Ory geeft aan dat er een wezenlijke impact te merken zal zijn op de lokale bevolking die zelf in het district middelbaar onderwijs kan genieten. Hij benadrukt dat de kwaliteit van het onderwijs wel hetzelfde als die in de stad moet zijn.